En Marco en Sarah zijn heel druk bezig met iets knutselen, maar ik mag niet weten wat. Ik ben nu naar boven gestuurd en ik ga me zien. De zwaan. Oké. Ik mag nog steeds niet kijken, dus Sarah die stuurt me. Sarah is helemaal op de verrassingstoer, want... Goedemorgen, het is... Oh, ga me verder aankleden. Welke dag is het? Welke dag is het? Auw! Zondag. Zondag. En we zijn lekker op de bank, Sarah, die is... Het is niet zaterdag. Nee, het is zondag. Zondag. Dit zit echt niet lekker wat je met mijn kleren hebt gedaan, trouwens. We zijn lekker op de bank en... Ja, maar iemand mag je zien. Oh, maar dat zag je al niet, want ik filmde het hoog. Daarom is jouw half hoofdje eraf. Zeg, is de Bellinga's aan het kijken. Marco is ontbijt aan het maken. Ja, en één maand geleden hebben ze dit gevlogd en ze heeft een baby in de buik. Oh, dat vind je zo leuk, ja, hè? Dat is al het vierde kind. En ze blijft een streepje op haar buik hebben. Zo'n zwangerschapsstreep. Ja. Ja. En ja. Ze zijn een nuptheorie aan het kijken nu, hè? Maar ze zijn nog te vroeg in deze vlog. En ik heb net al de was aangezet en de was die droog was opgeruimd. Dus we hebben een... Hey, moet je even wachten. We hebben een rustige, maar enigszins productieve ochtend. Ik heb lekker geroosterd brood, thee, Sarah heeft thee en die heeft... Oh, die zijn samen, dus het moet niet allemaal voor Sarah zijn. En Marco heeft tosti en ook thee. Hier heb je gekookt eitje. Hallo, dame. Boom. Ik heb gedoucht en me aangekleed en een klein beetje opgemaakt. Ik ga ook mijn outfit laten zien, want ik vergeet het elke keer. Ik heb deze trui aan van Villa. Oh, dit werkt niet echt. Zo werkt het iets beter. Ik heb ook deze armbandon. Die heeft Sarah voor me gemaakt. Broek van Inwear en lekker pantoffeltjes. Want ik ben toch thuis. En ik heb thee gezet, uiteraard. En Marco en Sarah zijn heel druk bezig met iets knutselen, maar ik mag niet weten wat. Dus ja, ik ben in mijn eentje aan het trommelen. Ik ga zo ook even stofzuigen. Ik weet echt niet of dat bij anderen ook zo is. Maar echt, dat stofzuigen, als ik nu stofzuig over een uur, denk ik weer, heb ik ooit hier gestofzuigd. En toen we nog diertjes heel veel hadden binnen, dacht ik, dan wordt het wel beter. En het is ook wel beter geworden. Maar het blijft drama, echt. Misschien wil ik ook een zachte bezem. Dat is wat makkelijker. Dan kan je het gewoon even snel bij elkaar vegen of zo tussendoor. Misschien ga ik dat wel bestellen. Het stofzuigpak is altijd net wat omslachtiger. En met een bezempje kan je het even snel, als het gewoon gecentreerd is, even snel weghalen. Goedemorgen. Ja, misschien heeft mama het al gezegd. Maar ik ga een hele leuke kijkdoos maken. Ik heb een knutselpot. Deze hoort er trouwens ook nog bij. Ik heb twee leuke post-its. Ik heb deze hamburger post-it. Oh, deze moet er niet aan zitten. Hop. Ah. Zo, die gaat even weg. Oh. Oh, zo, die eraf. Ah, stuk. Zo, die erop. Ik heb... Like it? Die heb ik erbij. En natuurlijk weer de hamburger. Dat is niet helemaal goed. Zo. Ik heb deze allemaal leuk. Die leg ik ook bij mijn stickers. Deze stickers heb ik. Ik heb ook nog twee stickertjes. Ster en een hartje. Zo. Ja, en waar allemaal leuke dingen op staan. Ik heb bijvoorbeeld de eerste. Dat is dus die. Daar staat op, oeps, echt schrikkend, oeps. Zo. En ik heb deze, leuke hartjes, bijvoorbeeld bij de tweede, I love school. Ik hou van school, ja, een beetje gek. En deze, bijvoorbeeld bij de eerste staat, ja, en bij de tweede, nice, super, great, hot, kiss, straks. Top,
Relax, cool, help, smile. Zo, leggen we er ook bij. En ik heb 3 verschillende papieren. Ik laat jullie even de kleurtjes zien. Zo. Blauw. Geel. En de laatste kleur, roze. Superleuke kleur om te gebruiken. En als je jezelf vermaakt wilt maken, moet je in ieder geval deze vlog kijken. Want ik ga met mijn vader hem voor mijn moeder maken. En dan wordt dat superleuk. Ik heb echt iets superleuks voor mij verzonnen. Ja. Ik ben nu naar boven gestuurd. Ik heb iets gedaan met mijn scherm. Ik weet niet wat, Sarah misschien. Maar voor mij is die wel vaak lichter nu. Ik mag niet meer in de woonkamer nu, want ze zijn bezig. Dus ik ga gewoon heel veel met de was doen. Ik moet een was ophangen, ik moet strijken. Ga ik allemaal gewoon vast doen. En als ik dan klaar ben, ik wou zeggen, als ik klaar ben boven, dan wil ik wel weer echt naar beneden. Dus ik ga nu even wat was opvouwen en zo. En was ophangen. En dan hopelijk doe ik er dan genoeg over dat zij klaar zijn beneden. Echt super spannend. Zo, jeetje. Het is echt heel donker nu op deze scherm. Terwijl het is nog gewoon daglicht. Ik ga even kijken wat ik eraan kan doen. Dit is iets beter. Ik mag de kamer in, dus ik ben heel benieuwd. Ze heeft iets voor me gemaakt met de hulp van papa. En ik ga het nu zien. Het is spannend. Oké. Ik mag nog steeds niet kijken, dus Sarah die stuurt me. Oh, is het hier? Ga maar hier zo zitten. Oh, hier zo zitten. Oh. En kijk maar hier. Oh, wauw. Moet ik het voorzichtig uitpakken zeker? Ja, anders kan het kapot gaan. Super. We hebben er ergens best op gedaan. Ik ga. Super cool, ze gaat eruit pakken. Oh. Oeh, spannend. Spannend. Oh, moet ik even voorzichtig? Eventjes. Want ik heb het gevoel dat ik er heel voorzichtig mee moet zijn. Klopt dat? Ja. Ja. Ga ik dat doen? Oh, wie is het? Wauw. Je hebt een bos gemaakt. Nee. Een kijk eens. Wauw. Ho, ho. Rustig, ik draai hem alleen. Ik leg hem alleen weer goed. Oh, is het een beetje... Ja. Oh, dat is eruit gevallen. Wat cool. Heb je dat helemaal gemaakt zo? Ja, met papa. Ja, maar dat alles is geschoven. Er is niks meer hoort erin lag. Ja. Heb je er iets te wild mee gelopen? Ja, zeg hè. Ik heb er niet wild mee gelopen. Het ruikt wel naar de natuur. We hebben het ook alles uit het park gehaald. Ja, uit het park denk ik. En van uit onze tuin ook nog iets, herken nee. ik. Wat cool zeg. En helemaal de randen. Die heb je helemaal beplakt. Ook allemaal bloemen en zo. Wat mooi. Dank je wel, man. Je moet er doorheen kijken. Oh, ik moet in de kijkdoos kijken. Wacht. Ik ga kijken in de kijkdoos. Oeh. En wow, kijk eens. En mama, je moet echt aan één kant gaan kijken. Wauw. Ik wil helemaal even kijken. Dus gooi je je doos om. Je mooie kijkdoos. Ik vind hem super mooi. Mag ik je bedanken, mop? Ja, ik heb hem met papa gemaakt. Dankjewel. Super mooi cadeau. Ja, en ik. Op deze had je staat wat. Oh. Party time. Hey Google. Speel party music. Hey Google. Ja, te grappig, hè? Hey Google. Speel het album Party Music af op Spotify. Oh, nou krijgen we helemaal face muziek. Oh, gaat heel hard. Moet mijn oren dicht? Nee hoor. Oh, valt mee. Okay. Ja, dat is helemaal op de verrassingstoer, want... Kijk eens dus kijken! Ja! Ja. Versteld eigenlijk, was het? Nou, wat doen we daarna? Nee. Ik kan het niet. Nee, maar jij was ook maar een verrassing. Oh. Dat jij precies kwam was ook een verrassing. Verrassing, yay! Gezellig! En nu is het tijd om te gaan koken. En we gaan lekker biefstuk eten. Deze van Picnic, oh, die is zo goed elke keer. Echt best ever. Dus en we gaan lekker gewoon met aardappeltjes en boontjes eten. Simpel en lekker. Yay. En nu is het tijd voor The Walking Dead. En een lekkere bak met popcorn. Marco is net naar bed gegaan. En ik wil nog even wat eten. Dus ik denk... Ik ga even gezond aan fruit. Want ik eet wel fruit, maar normaal veel meer. Dus het, ja. Ik
vergeet het ook een beetje, een slechte zaak. Want ik ben gek op fruit, maar ik weet niet, sinds ik thuis zoveel zit, komt het er niet van. Echt stom. Want juist nu zit je zoveel thuis. Dus ik ga even lekker druifjes. En ze zijn zo lekker. Dus waarom ik ze ook in die pak, weet ik eigenlijk ook niet. Moet morgenochtend eigenlijk ook eten. Ik ontbijt sowieso echt het liefst fruit. Maar de laatste tijd maak ik echt vaak geroosterde boterhammen. Dan is dat weer nieuw of zo en dan lekker. En dan heb ik daar heel veel trek in. Ik wil zeggen dat ik nu druiven maak, maar als ze uit de koelkast komen, en dan zet ik ze graag omdat ze gewoon beter blijven, vind ik ze al te koud. Dus ik laat ze wat eerst even 10 minuten op kamertemperatuur komen voor ik ze ga eten. Dan smaken ze gewoon beter. Ik ga weer richting mijn bedje. Dus even de kamer weer opruimen, vaatwasser aan, alles. En dan lekker slapen. En ik ben best wel moe en het is nog niet eens super laat. Maar misschien komt dat ook omdat mijn nachten elke keer onderbroken worden. Dus ja, dan kom je op een gegeven moment wel een beetje slaaptekort natuurlijk. Ik nou is dat best vol. Maar ik wil dit er toch echt even in. Ik haat dat als die dan twee dingen zitten er nog niet in. Oh, en ik doe altijd mijn vaatwasbrush toe. Dat doe ik met pannen mee en zo. Die doe ik er altijd nog even bij. Dan blijft die best wel fris. Dat werkt echt heel goed. Voor de rest is alles eigenlijk wel opgeruimd. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!